Wie ben je? Ja, ik ben Peter en ik heb een bedrijfje dat heet Caillou en ik ben ook nog streetpainter. Dus er zijn twee eigenlijk hele verschillende dingen. Dat weet je nog niet zoveel, maar Caillou staat voor Keep All Your Options Open. En dat is een beetje mijn motto om open in het leven te staan en mooie dingen te doen en vanuit het moment te handelen. En streetpaint is eigenlijk heel makkelijk, dat is krijt op straat. En dan vooral mooie dingen maken die mensen zien, maar die ook vergankelijk zijn. Zodat we ze daarna weer los kunnen laten en op een andere plek opnieuw kunnen gaan maken. Inspiratie, kortom, dat is wat ik doe en wie ik ben. Ja, vertel eens uw verhaal. Dat is een mooie vraag, Jasper. Dankjewel. het verhaal wat ik het beste kan vertellen is mijn eigen verhaal. Zoals met alle verhalen uit eigen ervaring. En ik heb eigenlijk nooit geweten wat ik wilde worden. En uiteindelijk heb ik na baan versleten te hebben, heb ik besloten om zelf maar iets te gaan doen. En toen wist ik nog niet precies wat. En toen was ik uiteindelijk in Amerika en vrienden namen mij toen mee naar een festival. Ik kende het niet, want het ging over street painting. Het zei me helemaal niks. En ik was daar en ik zag het en het was zo mooi. Ik was gelijk verkocht. Dus ik dacht van, nou, daar wil ik toch echt eens een keer iets mee gaan doen. Want Nederland moet dit weten. En Nederland kent dit niet. Dus zo gezegd, zo nog niet gedaan. Want het idee bleef 2 jaar op de plank liggen. In de tussentijd hielp ik andere mensen met hun dromen. En toen dacht ik van, ja, dat kan niet. Ik wil gewoon met mijn eigen droom bezig zijn. En ik wil mooie dingen gaan maken. En ik wil graag iets doen met dat streetpainten. En toen heb ik na wat netwerken heb ik 2 Amerikaanse professionals naar Utrecht gehaald en ze aan het werk gezet. En hebben daar een heel mooi straatschilderij gemaakt in het centrum van Utrecht. Dat is in de krant gekomen en ik heb een blogje gemaakt en een websiteje en ik ben steeds vaker wat dingen gaan doen. En dat is nu uitgegroeid tot een van de ondernemingen die ik nu run. En dat doe ik elk jaar met heel veel plezier en met meer mensen. En dat geeft mij heel veel inspiratie en ook nog een boterham, dus dat is echt prachtig. De wereld in 2014, mijn wereld in 2014, we zitten nu in 2009, dus over 5 jaar. Heb ik eigenlijk niet zo'n heel concreet beeld, meer een gevoel of een wens. En ik ben eigenlijk bezig met 3 projecten. Mijn Caillou-project, dat is mijn ideeën-speeltuin. En ik hoop dat ik in die speeltuin meer ideeën mag ontwikkelen en daarmee aan de slag gaan met hele leuke mensen. Daar vandaar het meer voeding halen. Het streetpainten wil ik dan Europees gaan doen. En ik zit in een heel leuk initiatief en dat heet De Meemakers. En het lijkt mij geweldig om met de meemakers om dat concept echt goed neer te zetten. Waarbij heel veel mensen aan kunnen haken en dat we met z'n allen de wereld een stukje mooier maken. Als dat lukt binnen 5 jaar, dan denk ik dat we met z'n allen gave projecten doen. Dat we leuk geld verdienen, daar nog gavere dingen mee gaan doen. En dat we allemaal doen wat we het liefst willen en ons hart volgen. En daar zijn we al mee bezig, maar dat dus nog meer kan met nog meer mensen en met nog meer vreugde, dat zie ik in 2014 voor me.